Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe GameWijzer video. Vandaag speel ik Star Stable. Dit is aflevering 2 van deze maand. Deze maand is het december en dat betekent dat ik meedoe aan Vlogmas. En dat betekent weer dat er iedere dag een nieuwe video online komt. En dat als ik een GameWijzer video maak, dat het dan een Star Stable video is. Dus, vandaag speel ik weer Star Stable. Ik ben sinds kort Star Rider. Dat zie je hier aan dit sterretje. En wat we vandaag gaan doen, ik ga allereerst mijn kleren wisselen. Want in de vorige aflevering zei ik dat ik dat wilde gaan doen. Even kijken, hoe kan ik dat weer best doen? Mijn paardenuitrusting hoef ik niet te veranderen. Ik wil die zadeltas denk ik weg. Want ja, mooi. Ik wil misschien een ander shirt gaan kopen. Misschien is dat wel slim. Kan ik dit gewoon... Kan je dit niet... Oh, oké. Okay. Dan moet ik denk ik zo. Oké, nu heb ik dit shirt aan. Dat is gewoon een standaard shirt. Nu wil ik eigenlijk even mijn groene shirtje aan. Ja. Yeah. Dan kunnen we verder. En wat ik eigenlijk wilde doen... Ik heb net aflevering 1 opgenomen. Dus ik heb dingen zoals races heb ik eigenlijk al gedaan. En wil ik graag verder gaan met missies. Dus gaan we... Ho, paard. Gaan we eventjes bij deze Josh... Gaan we even kijken wat we kunnen doen. De eerste prijs krijgen zonder te winnen. En ik lees trouwens nog steeds niks voor. Ik weet niet of jullie dat fijn vinden. Maar ja, ik heb net deel 1 opgenomen. Dus ja, daar heb ik het ook in gevraagd aan jullie. Wat jullie fijn vinden. Maar ja, dat weet ik nog niet. Maar nu doe ik heel eventjes zonder. Want het is zoveel tekst. En meestal krijg je hierna gewoon een samenvatting met doelen. Volg het spoor en probeer de dief te vinden. Ga daarna terug naar Josh. Oh, dit lijkt me best wel leuk. De dief. Het spoor, oké. Okay. Voetsporen op de grond. Misschien zijn ze van de dief. Jij besluit om de voetsporen te volgen. Oké. Okay. Kom paard. Dan gaan we even een dief vangen. Vind ik eigenlijk wel een hele leuke missie. Oh. Het hek. Dit hek. In mijn camera. Ah ja, daar hangt hier wel iets aan het hek. Je neemt het mee. Moeten we dan weer terug? Ja. Dat zie ik aan het groene puntje. Oh, deze heeft ook een leuk paard, zeg. Ik wil ook een nieuw paard. Zo. Hoi, Josh. Kunnen we hem nog verder helpen? De loslopende dief in Moorland. Oh, gaat het niet ook over die dief die de horloge van Tan heeft gestolen en de taart heeft gestolen? Neem de draad mee naar Jenna en vertel wat er is gebeurd. Of Jenna. Oké, kom paard. Dan gaan we weer vandoor. Moorlandse weg. Ik zei het in de vorige aflevering ook al. Dat als ik dan een nieuw paard wil, dan wil ik denk ik een fjord. Ik heb het over op het spel. Ik heb nu in het echt al een fjord. Maar dat bedoel ik omdat ik nu een Noora heb. Want ik heb deze pony een beetje, of dit paard een beetje gemaakt naar Noora. En ja, dan wil ik al graag een fjord. Maar kan je een rode fjord kopen? Of niet? Nou, we zijn nu al klaar denk ik hier. Ja, wat kan ik verder doen? Kijk, ga dat vrouwtje even helpen. Vrouwtje, wij komen jou helpen. Behandel Rosie. Oké. Nou, dan rijden we maar weer weg. Ik weet niet eens wat we precies moeten doen. We moeten naar Rosie toe, denk ik. Oh, is dat die koe? Ja, wacht. Er staat wel een koe. Oh, ik vind Rosie wel een leuke naam voor een koe. Ja! Yeah. Oh. Rosie, kijk. Yay! Moet ik dan naar Maya toe? Ja, oké. Dan is zij vast heel blij dat we die koe hebben behandeld. Oh, die koe, die was niet lekker of zo. Ik wil eigenlijk heel graag die vrouw verder helpen. Doen jullie iets van vrijwilligerswerk of zo?
kom ik opeens op omdat er nou een oud vrouwtje helpen. En daar, ja, daar kan je natuurlijk ook als vrijwilligerswerk doen. Ik zat zelf heel lang na te denken om vrijwilligerswerk te gaan doen bij het dierasiel. Dat heb ik al eens gedaan. Samen met mijn moeder waren we kitten gastgezin. Wat dat betekent is dat je dan kittens voor het asiel houdt. Totdat ze groot genoeg zijn om een eigen huisje te krijgen. Want bij een asiel vindt 3 krokussen op het strand en brengt ze naar mevrouw Hulsworth. Oké. Want wat het is bij een asiel, heb je dus heel veel katten en honden. En die kunnen ziektes hebben. En zo kittens, die zijn best wel daar niet zo immuun voor. Ze kunnen heel gauw die ziektes krijgen. En dat is natuurlijk best wel risicovol. Dus wat ze dan doen is dat ze voor die kittens dan tijdelijk een huisje zoeken. En dan, wacht even. En dan kunnen ze daar gewoon opgroeien totdat ze groot genoeg zijn om verder een eigen huisje te krijgen. En dat hebben wij best wel een tijdje gedaan. Ik vond het in het begin wel heel lastig als we dan die kittens een tijdje hadden. Om ze dan weer weg te geven eigenlijk. Maar ja. Paard. Even ho. Zo. Maar ja, dat soort vrijwilligerswerk heb ik ooit gedaan. We zijn er toen mee gestopt omdat we best wel weinig tijd hadden. Ik ging naar de middelbare school en mijn moeder die ging in Limburg werken. En we wonen zelf in Brabant, dus we moesten altijd best wel veel rijden en zo. Dus dat was niet zo handig. Toen zijn we ermee gestopt. En kan ik hier omhoog zo? Zit hier een hek? Ja, waarom kan ik hier niet overheen? Je kunt nu niet springen. Je moet eerst leren hoe het moet. Maar ik wil het zo graag kunnen. Maar hoe moet ik het leren? Oh, wacht. Kon ik daar niet doorheen? Nou ja. En ik zit er dus over na. Of ik denk eigenlijk al 2 jaar lang na om weer vrijwilligerswerk te gaan doen bij het dierenasiel. En dan wel echt bij het asiel te helpen. Maar op zich zou ik ook alweer kitten gastgezin willen zijn. Want het is zo leuk. Het is echt heel leuk. Want ja, je hebt die kittens gewoon in de leukste periode. Dan zijn ze nog zo klein. En soms krijg je gewoon volwassen katten. Gewoon een moederkat. Of poes dan eigenlijk. En die moeten dan nog bevallen. Of die hebben net baby's. Maar ja, die moeten ook gewoon een huisje krijgen. Die kunnen niet meteen het asiel. Omdat daar dus heel veel ziektes zijn. Of daar kunnen veel ziektes zijn. Verzamel 7 paardenbloemen voor mevrouw Hulsworth. Oké. Oh, wacht. Dan kan ik gewoon hier vinden. Kunnen we hier achter het huis door? Nee. Maar je kan heel veel andere soorten vrijwilligerswerk doen. Je kan voor een goed doel werken. Je kan in een bejaardentehuis helpen. Ik weet dat er iemand is die wel eens met een paard naar het bejaardentehuis gaat. Om die mensen een beetje te vermaken. Of met honden doen ze dat ook, volgens mij. Dat is wel heel leuk. Maar ja, dan moet je maar net een lieve hond hebben die dat allemaal toelaat en zo. Ik weet niet of je dat ook zomaar mag doen. Dat iedereen dat zomaar mag doen. Zo. Want, of ja, ik bedoel zeg maar of je niet daar bedrijven voor hebt of zo. Of groepen die... Goed, laten we het over iets anders hebben. Genoeg praten over vrijwilligerswerk. Laten we het erop houden dat... het heel goed is als iedereen een keer een beetje of ja, iemand helpt, vrijwilligerswerk doet. Het magische middeltje is klaar. Breng een middeltje naar Maya. Oké. Gaan we weer terug naar Maya toe. Ik zit de hele tijd tussen Maya en mevrouw Hulsworth heen en weer te rijden. Ja, ja. Maar goed, het is niet zo heel ver uit elkaar. Dat is wel fijn. Yay.
Links? Wat is er? Ik moet naar Josh. Oké. Ik moet met Josh praten. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer een level up kan krijgen. Oh, waarom sta ik hier stil? Kom. Zo, oh! Huh? De paard stond er eerst nog niet. Gek. Hij heeft echt een rare stem. Hoorden jullie dat ook? Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik heb niet opgelet. Oké, die is wild, dat paard. Breng links naar Conrad Mats en de Smit in Moorland. Wat moet ik doen? Oh. Oké, links die gaat er gewoon af en door. Denkt gewoon doei. Oh, moet ik met zo? Ah, dit is cool. Oh, doei. Moeten die kant op. Sorry. Kom maar, paard. Kom maar mee. Deze kant op. Gaat hij mee? Nee. Oh, hij loopt ook heel schattig. Kom maar deze kant op. Ik loop denk ik maar gewoon een beetje achter. Dan komt het wel goed. Hij loopt wel voor ons uit. De goede kant op. Want ik weet niet zo goed hoe we moeten lopen. Volgens mij moeten we hier nou gewoon rechtdoor. Hier links. Ja. Hier links. Links. Want zo heet die. Oké, we zijn er. Of heeft hij nou nieuwe schoenen? Nee, ik moet... Ah, hier. Zo. Ja, wat moet ik nu doen? Ik vind links wel heel schattig. Heeft een mooie kleur. Haal twee zakken en plaats ze voor het huis van de Smit. Praat daarna met de Smit. Een beladen pak. Waar moet ik zakken halen? En wat doet links raar? Doet hij nou de moonwalk? Oh, of moet ik hier... Ik weet niet wat ik moet doen. Er zijn hier glittertjes, dus ik ga hier maar naartoe. Haal een tas en laat hem hier achter. Maar waar haal ik een tas vandaan? Oh, wacht, daar zie ik wat. Ah, oké. Het duurde eventjes, het spijt me. Maar het kwartje is eindelijk gevallen. Zo. Oh, oké. Je kan maar één zak tegelijkertijd dragen. En dan blijft gewoon zo op de kont van Noora liggen. Het is eigenlijk Sunny Hill, maar ik noem haar gewoon Noora. Oké, dat is handig dat hij zo blijft liggen. Kom. Jee, één zak ligt er al. Dan zijn we alweer bijna klaar. Ik vind deze missies helemaal niet zo heel langdradig of zo. Je hebt het echt zo gedaan in een minuutje. Als je snapt wat je moet doen. Niet zoals ik geen idee heb wat je moet doen soms. Oh, nu staat links hier. Oké. Oeh, dit paard is mooi. Hier links. Een beladen pakezel. Hebben we het dan over mijn paard? Nou zeg. Een kwispelend paard. Raad de spijkers op die links verspreid heeft. Praat daarna met de Smit. Oh, dat ligt allemaal hier. Dat is niet handig. Hoeveel moet ik er pakken? Jeetje, maar dat is hartstikke gevaarlijk. Maar echt gevaarlijk. Ik kom wel eens op buitenrit. Kom ik ook rare dingen tegen die dan op de grond liggen. Ik kwam een keer een ijzeren ketting tegen. Nou ja, als je paard erop staat. Auw. Als je er zelf opeens met je blote voeten op staat, zou het ook echt verschrikkelijk veel pijn doen. Oh, links staat gewoon hier. Maar ik kom echt zoveel dingen tegen tijdens het buitenrit. Ook blikjes. En heel veel dingen van de McDonald's altijd. Dan denk ik, hallo, er bestaan zoiets als prullenbakken. Gooi het gewoon daarin. En als er geen prullenbak in de buurt is, bewaar het toch gewoon totdat je een prullenbak tegenkomt. Dat is een wijze les, jongens.
luister naar tante Fenne. Ik wilde bijna oma Fenne zeggen. Oma Fenne, dat kan ik wel zeggen. Ik ben al 18 en ik speel Star Stable. Dat kan gewoon hoor. Niks mis mee. Oké, een kwispelend paard. Nou, ik zie links nog niet kwispelen. Wacht op nieuwe schoenen. Nou, krijgt hij nog zijn nieuwe schoenen? Praat met Maya. Oké. Kom, Noora, we gaan naar Maya. Ik vind dat sterretje echt heel leuk wat op het hostel zit. Dat wil ik nu ook bij Moos. Dat is wel een leuk idee voor een hostel. Als je gewoon zo'n soort van drukknopje hebt voor op je hostel. Met zo'n sterretje. Als versiering. Dat is wel heel leuk. Nou Maya, we zijn er weer. Oeh, dit paard is ook wel leuk. Nee, ze heeft roze haar. Grappig. Hey Elise, bedankt voor je hulp. Wacht op nieuwe schoenen. Oké, morgen kunnen we verder. Nou, no problemo. We gaan morgen gewoon verder. Gaan we even een andere missie doen. We kunnen bij die man sowieso nog wel best veel missies doen. Dan hebben we dat ook gewoon weer gehad. Zoek 8 oude hoefijzerspijkers op het strand. Breng ze naar Conrad. Jeetje, liggen die gewoon op het strand? Nou, ze laten gelukkig wel even zien waar ik naartoe moet. Dat is wel handig. Nou, tam, 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 tam. Ja, eigenlijk was ik in de vorige aflevering ook al op het strand. Dus ik weet... Oké, ja. Kan ik doorspoelen? Oké, ik snap het. Op naar het strand. Oh, misschien een leuke vraag om nu aan jullie te stellen. Komt nu opeens in me op. Welke andere paardengames... Het is trouwens misschien niet zo'n hele handige vraag om te stellen bij deze game. Omdat ik weet dat mensen die Star Stable leuk vinden deze video kijken. En als ik dan... Mijn vraag is... Welke andere paardengames zijn leuk om te spelen? Maar ja, de meeste van jullie zullen gewoon zeggen... Ja, Star Stable! Maar ja, ik wil eigenlijk heel graag in 2018 weer andere paardengames gaan spelen. Ik heb een paar gekocht... Maar ze doen het niet allemaal op mijn computer. Zo, oké. Dus ik moet even uitvogelen hoe ik dat kan oplossen. Want het zijn redelijk oude games. En daardoor doen ze het niet. Omdat ze een beetje oud zijn. Een beetje heel erg oud. Oh, we hebben er al genoeg. Joh, maar er liggen hier zoveel. Dat kan ik net zo goed meenemen. Daar staat er een paard in. Oh, jeetje. Ik heb trouwens gezien dat er meerdere savers of savers zijn om in te rijden. Zoals Misty Mountain en je had er nog een. En Strawberry Mad Dow of zo. Zoiets. En wat ik me afvroeg, maakt het uit in welke je zit en speelt? Of niet? Of is dat een domme vraag? Want ziet het er dan ook gewoon allemaal anders uit? Of is het gewoon puur dat je dan met andere mensen in de server zit? Nou, ik wil, laat maar je onder in de reacties achter. En ik zal een keer op mijn social media zetten wanneer ik ga spelen. Kunnen jullie ook langs gaan? En zal ik ook erbij zetten in welke server ik zit. Want ik weet in welke ik zit, maar dat hou ik geheim. Maar sommige van jullie weten dat trouwens wel in welke ik zit. Maar goed, ja. Yeah. Wat praat hij veel? Zoek de kleine hamer van Conrad Maarsen bij de tafel van de smid. Ga daarna terug naar Conrad. Oké. Ik kan het toch net zo goed zelf pakken. Aan het zoeken. Je hebt niets interessants gevonden. Oh, moet ik dan weer terug? Kom met je praten. Misschien is hij gestolen. Want daar gaat het toch over? Er is een dief. Hé, dat paard liep echt heel raar. Hier, dat paard... Oh, nu beweegt hij wel zijn benen. Maar hij bewoog net zijn benen niet. Oké. Vertel Jenna dat het langer gaat duren voordat zij haar bloembakken in ontvangst kan nemen. Er staat ontvangt. Dit paard is echt mooi. Het is een Fries volgens mij. Echt zo mooi. Oh, mijn paard moet drinken. Ga ik zo meteen denk ik wat water geven.
Ja, we moesten naar Jenna toe. Ik zat heel even van, moesten we naar Maya? Nee. We moeten naar Jenna. Ja. Lijkt bijna op mijn naam. Want, oh, dat is ook heel grappig om te vertellen. Ik heet op dit spel Elise. En ik word heel vaak op dit spel Elise genoemd. Terwijl, ik heet gewoon Fenna, maar mijn tweede naam is Elise. Maar, ja. Oké. Nou, hebben we dit ook weer gehad. Dan denk ik dat we het hier weer bij gaan laten. En dat we binnenkort verder gaan met een nieuwe Gamewijzer video. Een nieuwe Star Stable video. Want deze hele maand komt er elke week twee Star Stable video's online. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Als je dat nou vond, vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet ook niet om even een paar tips achter te laten. En hou het wel een beetje vriendelijk. Want ik ben nog een beginnertje. En iedereen die moet ergens beginnen. En dan zien jullie mij morgen weer. Doei doei!